Goedenavond allemaal. Ja, helaas ging het streamen fout door technische problemen, maar ik kan het wel gewoon opnemen. Ik weet ook wel dat hij op mijn computer het wel door blijft opnemen, maar het streamen niet. Dus ja, we doen het dan maar op deze manier en dan zet ik het later dus op de YouTube. Openbaring 20 vers 4, daar gaan we mee beginnen. We zijn vorige keer daar ongeveer geëindigd. Ik lees het even voor. Ik zag tronen en zij zaten op dezelfde en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen degene die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus. En om het woord Gods en die het beest en het zelfs beeld niet aangebeden hadden. En die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Nou, 1000 jaar. Ik ga het hier dus toch al uitgebreid over hebben, over dit koninkrijk. De openbaring, het is natuurlijk, deze studie is, vloeit voort uit de studie van dat we zijn begonnen met hoe ziet de hemel eruit en hoe gaan wij daar functioneren. En nou, dan weet je, er komt opname, dus dat hebben we ook behandeld. En dan gaat openbaring gaat dan beginnen, de dag des Heren, tot en met het koninkrijk, de grote verdrukking, het koninkrijk en dan ook nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dat, dus het is nu ook, over die tijd praten we nou, en zijn nu gekomen dat de grote veldslag is geweest. Armageddon, Christus heeft zijn vijanden verslagen en dan vooral in het Midden-Oosten waar de grote slag plaatsvindt. De antichrist en de valse profeet zijn in de poel des vuurs geworpen. En in hoofdstuk 20 vers 1 tot en met 3 lezen we over Satan die in de afgrond geworpen is. En dat is voor een tijd van 1000 jaar. Nogmaals, die 1000 jaar... vele mensen weten niet wat ze ermee aan moeten. Er zijn leerlingen en kerken die daar niet over mogen praten of die versymboliseren het. Maar 1000 jaar is gewoon 1000 jaar. En het koninkrijk is 1000 jaar. Dat wil zeggen, dit is de eerste 1000 jaar van een eeuwig koninkrijk waar geen eind aan komt. Het wordt alleen even onderbroken door dat Satan na 1000 jaar losgelaten wordt. Daarom is het 1000 jaar, want het wordt even onderbroken en dan wordt Satan verslagen. En dan zien we de grote witte troon. En dan krijg je een nieuwe hemel, nieuwe aarde. En dan is het eindig. Oneindig bedoel ik. Dus wij gaan daar zeker wat meer naar kijken. Dus het wordt meer een studie over de laatste. De jongste dag. En dat je hier dus ziet dat die tronen er zijn. En dat heeft natuurlijk met een koninkrijk, met regeren te maken. Met heersen. Want je ziet ook aan het eind van vers 4. Zij leefden en heersten als koningen met Christus die 1000 jaren. Daar gaat het om. En het zijn degenen die hier ook leest. Hun werd het oordeel gegeven. En dan ziet hij, dat zijn ook gelovigen natuurlijk. En dan ziet hij ook degenen die in de grote verdrukking zijn omgekomen. En dat zie je ook aan het merkteken en het beeld die hebben aanbeden enzovoort. Oké, dus daar gaan we het vanavond over hebben. En laten we even gaan naar Daniël 7 vers 13. Want het gaat over die tronen. En wat zijn dat voor tronen? Nou, tronen, daar zit een koning op, daar zitten regerers op. En daar gaan we nu even naar Daniël 7. Daniël 7, nou moet ik eventjes, ja. Vers 13, dat is een visioen wat Daniël heeft gehad. En dat schrijft hij hier nu op. En dan zie je in vers 12... Ik ga het hele visioen niet lezen. Het gaat me even over dit. Wat hij zag. Verder zag ik. Vers 13. Verder zag ik in de nacht gezichten. En zie, er kwam een met de wolken des hemels. Als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen. En ze deden voor hem dezelfde naderen. Nou ja, de oude van dagen. Dus mensenzoon, dat weten. Dat is de Heer Jezus Christus. En in Micha 5 vers 1. Dan weten we daaruit wat de oude vandaag is. En ik kan het nu al zeggen, dat is God de Vader. En kijk in 5 vers 1, maar het is ook Christus. Maar de oude vandaag, wat betekent dat? Micha 5 vers 1, en gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Het is maar een kleine plaats. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. Dus uitgangen, de oorsprongen zijn van ouds. Dus dat gaat van ouds, dat gaat heel ver terug. Van de dagen der eeuwigheid. Dat is dus de oude van
dagen. De oude van de dagen, de eeuwigheid. Ja, engelen ook, hè, die zijn natuurlijk op minimaal 7000 jaar oud. En toch zien ze eruit als mannen van 30. Ja? Maar als je kijkt naar de dagen van de eeuwigheid, dan zijn ze, want zij zijn schepsels. Ja? God is natuurlijk altijd al geweest. Nou, dat is dus, als we teruggaan naar Daniel 7, vers 13, dan zie je dus de mensenzoon. En die kwam met de wolken des hemels. En dan zit hij in een droom. En dan komt hij naar de aarde. En dan zie je, ze deden hem voor dezelfde naden. Ze deden Christus, die komt voor de oude vandaag. Dat is God de Vader. En dan zie je God de Vader, hem werd gegeven aan Christus, gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk. Zie je dat? Aan Christus wordt het koninkrijk gegeven. Dat hem alle volken, naties en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Nou, je ziet, het zit op de troon voor 1000 jaar. Maar het is het eerste 1000 jaar van, kijk, wat staat hier? Een eeuwige heerschappij. Dus het is duidelijk, er zijn tronen. Christus komt op die troon zitten. Aan hem wordt dat koninkrijk gegeven door God de Vader. Dat is overduidelijk hier. Kijk ook in 7 vers 18... Maar, dat ziet hij ook in die droom, de heiligen der hoge plaatsen zullen dat koninkrijk ontvangen. Denk je, heiligen der hoge plaatsen, wat is dat dan nou? Nou, Satan zegt, ik wil boven de wolken des hemels uitstijgen. Ik wil aan de allerhoogste gelijk worden. Dus dat is de allerhoogste plaats. En je hebt daar natuurlijk plaatsen, de hemelen. De hemel, de hemelen. En dan zie je, de heiligen der hoge plaatsen, wie zijn dat? Dat zijn de heiligen dus van de allerhoogste God. Dat zijn dus de gelovigen, ja, de Joodse gelovigen. Denk aan de context, het koninkrijk op aarde, in de openbaring zie je, de tronen zijn er, en de heiligen de hoge plaatsen, de heiligen van de allerhoogste God. In het Engels staat ook de heiligen van de allerhoogste, en dat zegt de kanttekening trouwens ook. Maar als je dit goed leest, dan snap je dat ook. Kijk, die zullen dat koninkrijk ontvangen. Dus de gelovigen, Joden, zullen dat koninkrijk ontvangen en zullen het rijk of koninkrijk bezitten tot in de eeuwigheid, ja, tot in de eeuwigheid der eeuwigheden. Kijk ook in vers 21. Daniel zegt, ik had gezien dat diezelfde hoorn krijg voerde tegen de heiligen. Diezelfde hoorn, dat is de antichrist. Hij ziet dus dat de antichrist oorlog voert tegen de heiligen. Wie zijn dat? Israël. We spreken hier over de tijd van de grote verdrukking in Openbaring. En dat hij die overmocht. Ja? Dus hij heeft er natuurlijk heel veel, heeft hij overwonnen, heeft hij gedood. Maar wacht, totdat de oude vandaag kwam en het gericht gegeven werd aan de heilige der hoge plaats. Het gericht, het regeren, het rechtspreken werd aan de heilige van de allerhoogste van God gegeven. Je ziet hier de oude vandaag, het is ook Christus. Ja, hij heeft zijn oorsprong ook in de eeuwigheid. Christus is God. En dat de bestemde tijd kwam dat de heiligen, kijk, het rijk bezaten. Dus de kleine kudde en de gelovigen voor apostel Paulus, die zullen dat koninkrijk bezitten. Heel mooi om te zien, het wordt van antichrist, die wordt verslagen en zij nemen het koninkrijk in. Zij nemen het over. Kijk, in 24 ook, belangende nu de 10 hoornen uit dat koninkrijk in het Midden-Oosten zullen zijn. Dus die 10, die federatie van 10 koningen. Dus kijk, die zullen opstaan. En een ander zal na hen opstaan. En die zal verscheiden zijn. Dus het is duidelijk anders dan de vorige. En hij zal 3 koningen vernederen. Het gaat mij er even om. Je ziet die 10 koningen, die federatie. Dat gaat gebeuren in de grote verdrukking in dat Midden-Oosten. En na hun, dan zie je, dan komt de antichrist. Daarom weet ik ook dat de antichrist niet kan rondlopen, want er is nog geen federatie van 10 koningen. En hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, dus de antichrist spreekt de woorden tegen de Allerhoogste God. Nou, we weten, ik ben God. En hij zal de heilige, de hoogste plaatsen, daar hebben ze weer, verstoren. Dus in de grote verdrukking gaat hij de koninkrijksgeloven, de kleine kudde, gaat hij verstoren, gaat hij onderdrukken. Hij gaat ze ten gronde richten. En hij zal denken, menen, de tijden en de wet te veranderen. Dat is de feestkalender van Israël. Hij gaat dat natuurlijk ook veranderen. Hè? Eerst gaat het invoeren en dan maakt hij een eind aan. Dan verbreekt hij dat. En hij zal, even kijken, en zij zullen in de cels hand overgegeven worden. Dus ze zullen
onder zijn heerschappij komen. De antichrist zal regeren daar. En tot een tijd en de tijden en een gedeelte des tijds. Nou, dan zie je dat die 3,5 jaar, de tweede helft van de grote verdrukking. Daarna zal het gericht zitten en men zal zijn heerschappij wegnemen. Hij gaat inderdaad de tweede helft, hè, als hij opgestaan is halverwege, dan gaat hij daar zitten, dan gaat hij het gericht zitten. Maar men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoende tot het einde toe, tot het einde van de grote verdrukking. Maar het rijk of het koninkrijk en de heerschappij, hè, en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel, kijk, aan wie wordt dat gegeven? Aan het volk der heiligen der hoge plaatsen. Het staat hier in dit stuk, staat het 1, 2, 3, 4 keer. Het zijn de heiligen van de Allerhoogste God, de koninkrijksgelovigen. En het ziet, aan hun wordt het koninkrijk een eeuwig koninkrijk gegeven. Kijk, welks rijk koninkrijk een eeuwig koninkrijk zijn zal. En alle heerschappijen zullen hem eren, en dat wil zeggen dienen, en hem gehoorzamen. Nou, dat is dus de toekomst. Dit spreekt over Openbaring 20 vers 4, waar we net zaten, waar Christus gaat regeren met de heiligen der hoge plaatsen, met de kleine kudde, met de gelovigen uit het Oude Testament. En dan zie je, en dat is het, nou ja, dat is een geweldige, dus dat zien wij, dus wat zien we eigenlijk? Dat wil zeggen, Israël is hier dan eindelijk het hoofd gemaakt. Ze zijn al die tijd, tot en met de dag van vandaag, zijn ze de staart. En zeker in profetie, kijk in het Oude Testament, met Salomo, die, dat was dan een vrederijk. En de heidenen dienden hem, dat was ook een beeld van het koninkrijk wat komen gaat. En je ziet hier, Israël was bestemd om een hoofd te zijn en niet een staart. Ze zouden een staart zijn, dat zegt Deuteronomium duidelijk. Als ze zouden gehoorzamen, dan zouden ze de kop zijn en heerschappij uitoefenen. Maar als ze hem zouden ongehoorzaam zijn, dan zullen ze de staart zijn. Nou, je kan beter de kop zijn als de staart, toch? En voor wie dat wil wezen, die kan weten, die kan dat lezen in Deuteronomium 28, vers 11 tot en met 14. We gaan door nu naar Matteüs 19, vers 28. We gaan het echt over dat koninkrijk. Ik weet, we hebben het er vaak over. Maar vooral in Openbaring 20, ook wie zijn dat dan in dat koninkrijk enzovoort. We gaan dat ontleden. En 19 vers 28. En Jezus zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. De wedergeboorte hoort bij het Israël. Dat wil zeggen, ze zijn uit, toen ze uit Egypte kwamen. Ja, dat uit mijn Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat was de geboorte van het volk Israël uit God. En in het koninkrijk, dan zijn zij ook geestelijk wedergeboren. Met Pinkster hebben ze de Heilige Geest ontvangen. Lichamelijk, fysiek, afstammelingen van Abraham, maar God heeft hun gegenereerd uiteindelijk natuurlijk, in het leven geroepen, fysiek, en nu zijn ze ook geestelijk wedergeboren. Dat is wat hier staat. Slaat niet op mij, slaat niet op u, slaat niet op het lichaam van Christus. Gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, dus als ze in het koninkrijk zijn, wanneer de zoon, dat zegt hij ook hier, wanneer de zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijn heerlijkheid, Openbaring 20 vers 4, waar we nu zitten, er zijn tronen, als hij daar zit, dat ook gij zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Zie je, hier zie je dus het koninkrijk, je ziet tronen, je ziet Christus erop zitten, en je ziet ook de regering van hem, die al in de evangelie heeft samengesteld, de 12 tronen, dat zijn de 12 apostelen. Ja, elke stam één troon. En dat is wat wij in Openbaring zien gebeuren. Dat zijn die tronen, want kijk waarom. Kijk, 21 vers 43 van Matteüs. Wie de tronen eigenlijk hadden moeten hebben, dat waren natuurlijk de leiders die het volk leidden. Maar die hebben dat gewoon niet gedaan. Die hebben Israël in afvalligheid geleid. En daarom zegt hij in Matteüs 21 vers 43 tegen de schriftgeleerden en de leiders van het volk. Daarom zeg ik, u lieden, dat het koninkrijk Gods van u zal worden weggenomen. En een volk geven dat zijn vruchten voortbrengt. Nou, dat is duidelijk wat we net lazen in Matteüs 19, vers 28. Dat zijn de 12 apostelen. En dat zijn al degenen die de Heer Jezus Christus als de Messias hebben aangenomen. En dat deden de schriftgeleerden niet.
Dus zij kunnen dat volk ook niet gaan regeren in het koninkrijk. Nou, dat is dus allemaal wat wij kunnen lezen. Nou, ga maar mee naar Lucas 19. In Lucas 19 gaan ze regeren. Ja, dat is even belangrijk. Wat gaan ze dan regeren? We hebben het er zo vaak over, ja. En ze gaan regeren in Lucas 19. Ja, wij kennen natuurlijk de rechterstoel van Christus. Die is voor het lichaam van Christus. Maar de leden van, nog eventjes duidelijk, hè. We praten hier over het programma van God hier op aarde. Niet over het lichaam van Christus, wat daar gaat regeren. Daar spreekt dit over. En zoals wij beloond gaan worden en met Christus gaan regeren, zo zal Israël ook met Christus gaan regeren. En vandaar die gelijkenis van die ponden. In Lucas 19, vers 11, toen zij dat hoorden, voegde hij daarbij en zei een gelijkenis, omdat hij nabij Jeruzalem was. En omdat zij meende, kijk, dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Ze dachten, het koninkrijk gaat komen, de koning komt. Wacht eventjes. Ik blijf hier niet, ik ga sterven eerst. Eerst lijden en dan vaar ik op naar de hemel en dan kom ik pas terug. Na zoveel jaar, en we weten, dat is natuurlijk de grote verdrukking, dan kom ik pas weer terug. En in die tijd dat ik weg ben, gaan jullie handeling doen, totdat ik kom. Kijk, en zeiden dan een zeker welboren man, dat is Christus, reisde in een vergelegen land, en dat is de hemel, even, ja, daar gaat het hier over. Hij praat natuurlijk wel in de gelijkenis, maar het slaat op hem. Om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen. Nou, dat hebben we net gelezen in Daniel. Dat de zoon des mensen zal komen op de wolken des hemels. Hij wordt aan de vader, de oude van dagen. En die geeft hem dat koninkrijk. En dan komt hij naar beneden. Dat zien we hier gebeuren. Hij gaat naar boven. En dan komt hij om dat koninkrijk te ontvangen. En om dan weer weder te keren. Dat is terug naar de aarde. De tweede komst op aarde. En dat is Openbaring 20 vers 4. Die tronen wat we net lazen. En kijk, je ziet hier ook je zou kunnen zeggen, een rechterstoel van Christus, maar dan voor het volk Israël. Kijk maar, en geroepen hebben zijn 10 dienstknechten, gaf hij 10 ponden. Dat is de kleine kudde. En hij geeft 10 ponden en zegt, doet handeling tot ik kom. Wat moeten ze doen? Ze moeten met het evangelie Israël het evangelie gaan brengen, zodat ze zich bekeren en dan het koninkrijk ingaan. En zijn burgers haten hem en zonden hem gezanten na, zeggen dat wij willen niet deze over ons koning zijn. Nou, de politieke religieuze leiders die zonden hem gezanten na, en dat is Stefanus, daar wil hij niet dat die koning over is, dus die hebben ze gestenigd. En het geschiedde toen hij wederkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had, zie je, dan komt Christus naar beneden, hij heeft het koninkrijk van de vaan ontvangen, dat hij zeide dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen worden die hij het geld gegeven had. Dat zijn dus die apostelen, en dat zijn degenen die de Messias hebben aangenomen en die het hebben aangenomen en ook daarmee handelen gaan en aan gaan gehoorzamen, net zoals wij ook gehoorzaam zijn aan het evangelie, ook beloond zullen worden. En dan worden ze geroepen en dan zegt hij in vers 15 die hij het geld gegeven had, opdat hij weten mocht wat een iegelijk met handelen gewonnen had. En de eerste kwam en zei, de Heere, uw pond heeft 10 ponden daartoe gewonnen. En hij zeide tot hem, wel gij goede dienstknecht, terwijl gij in het minste getrouw geweest zijt, zo heb macht over 10 steden. Nou, dan krijg je de volgende, die heeft 5 ponden gewonnen, ja, rente zeg maar, met het geld. Hij heeft er wat mee gedaan, en hij heeft opgeleverd, en dan krijgt hij 5 steden, en een ander die heeft helemaal niks. Dus je ziet hier, de beloning bestaat uit steden. Dus je krijgt 5 steden, de ander heeft 5 steden, sorry, de een heeft 10, de ander heeft 5, dus je kan regeren over 10 steden. Zo heb je hier ook de hiërarchieën. Met, je hebt een burgemeester van Sassenheim, maar je hebt weer een hogere autoriteit. Dan krijg je de provinciale overheid. En dan krijg je natuurlijk de landelijke overheid. En dat is ook allemaal weer onderverdeeld in overheden. En zo zie je dat hier ook. Het heeft met regeren te maken. Israël, die tronen, zij zullen gaan regeren. En kijk, Lucas 22, vers 28. Nogmaals, daar zie je vergelijkbaar de tekst van de net. En hij zegt in vers 28, Lucas 20 vers 28, 22 vers 28. En gij zijt degene, de apostelen, die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. Kijk, en ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader, mij dat verordineerd heeft. Zie je, terug naar Daniel, het werd aan hem gegeven. We hebben het net ook gelezen. En hij verordineert het koninkrijk
ook aan zijn 12 apostelen, want dat is zeg maar zijn kabinet. Wat gaat regeren? Kijk, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel en in mijn koninkrijk en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Er is niets van het christendom bij, hoor. Niets van het lichaam van Christus. Absoluut niet. Ziet, het is aan hun verordineerd. Dus als we terug naar Openbaring 20 vers 4 gaan. En er zijn natuurlijk allemaal uitleggingen over. Maar weinig hebben de goede. Want in 20 vers 4, ik weet dat christenen ook denken. En ik dacht het vroeger ook. Oké, ik word opgenomen, maar dan straks kom ik terug naar beneden. En dan zie ik mijzelf in vers 4. Ik ga met Christus regeren hier. Maar kijk, ik zag tronen, vers 4. En zij zaten daarop. Wie zijn nou die zij? Nou, dat zijn nou degenen die we net in Matthäus 19, vers 28 lazen. Dat zijn degenen die we in Lucas zagen. Die de kleine kudde en de apostelen. Die handelingen hebben gedaan in de grote verdrukking. En het evangelie naar de wereld gebracht hebben. Dan de Joden, ja? Om hun te zorgen dat ze zich bekeren. Dat zijn degenen tegen wie Christus net zei. Ik verordineer u het koninkrijk zoals het ook aan mij verordineerd is door de Vader. Dat zijn die zij uit vers 4. Dus let op, hè, dat is niet het lichaam van Christus. Er zit gewoon helemaal geen heiden bij. Dat zijn allemaal Joden. Dat is belangrijk om te zien. En dan zie je in vers 4 aan het eind. En zij leefden en heerst als, zie je, als koningen met Christus de 1000 jaren. Ja. Het is een aparte groep die onder de antichrist geleefd hebben en gedood zijn. Of sommigen hebben volgehouden tot het einde, die het overleefd hebben. Maar het is een groep gelovigen uit de grote verdrukking, een specifieke groep. En je hebt de groep natuurlijk voor het kruis. Ja? Nou, ik zou zeggen, voordat Christus geboren werd, de gelovigen uit de tijd van voor Matthäus, zeg maar. Nou, en die heersten, dus dat zijn de koninkrijksgelovigen, dat groepje, die tweede groep, vanaf dus de hemelvaart dat Christus omhoog ging, en zei die, wacht totdat jullie aangedaan zijn met kracht uit de hoge. Nou, daar spreken we over. Kijk, dus Openbaring 2 vers 25, en let op, hè, Openbaring gaat een rol spelen met vanaf Hebreeën, maar wat er op aarde gaat gebeuren als wij weg zijn genomen, dat is openbaring. Dus dan zijn wij hier niet meer. En openbaring 2 gaat ook niet over het lichaam van Christus. Want het is namelijk het boek van profetie. Dat zie je in 1 vers 3 staan. En de tijd is nabij. Dus dat heeft helemaal niks met ons te maken. Dus als je dan leest in openbaring 2 vers 25. Dan lees je. Maar hetgeen gij hebt, houd dat totdat ik zal komen. Totdat ik zal komen, openbaring 20 vers 4, op het witte paard. En dat hij zijn koninkrijk gaat vestigen en zijn kleine kudde, het rechtvaardige volk, het geredde Israëlische volk, die de Heer Jezus hebben aangenomen, die het koninkrijk in gaan brengen. Dus dan zegt hij tegen de gelovigen in die grote verdrukking, houd dat totdat ik zal komen. Dat spreekt hij over de tweede komst naar de aarde. En die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart. Ik zal hem macht geven over de heidenen. Wauw. Zie je dat? Dus ik geef hem macht over de heidenen. Dan zijn ze de kop. Zij gaan, als je macht hebt, dan ga je over hem heersen. Dat is dat. Zij heersten die 1000 jaren. En hij, en dat is niet Christus, die kleine letter klopt, dat is de kleine kudde, zal hen hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn Vader ontvangen heb. Ziet hij dus dat zij gaan met Christus regeren. Christus, als ik me goed herinner, dit is trouwens, ga ik niet heen hoor, maar lees in Psalm 2, daar zie je dit ook staan, dat Christus gaat heersen over de heidenen en dat doet hij samen met de kleine kudde. Ga ook even met mij mee naar Openbaring 12 vers 5. Dat gaat dus heel duidelijk over Christus. Even kijken, ze baren een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Nou, fijn.
dat zijn de 144.000, dat is de kleine kudde. En ik was even in de war, ik ga nu naar Openbaring 19. En die had ik even moeten hebben, Openbaring 19 vers 15. En dat is op de komst van Christus naar de aarde. En dan zie je ook hier ook weer die uitdrukking. Dus drie keer in Openbaring zie je het staan. De kleine kudde krijgt het, de 144.000 krijgt het. En Openbaring 19 vers 15, uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmede de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden. Dat is de toekomst. Dat is in het koninkrijk. Dat wil hoeden, dat wil zeggen regeren. Hij zal heersen, regeren met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en de gramschap des almachtige gods. Zie je het? Gaat allemaal over heersen en regeren. We weten nou wie dus, voor wie die tronen zijn. Er is geen heiden bij, want over de heidenen zal namelijk geheerst worden. De heiden heersen niet over de joden. Ja, dat is in deze tijd nu zo. Maar dat is een keer wel voorbij. En dit moment is hier aangebroken. De nieuwe wereldorde is aangebroken. Ik weet niet of ik het nou bij de mislukte opname net zei, of dat ik het net al gezegd heb. Maar ik weet nog, in mijn herinnering, president Bush toen de tijd, toen was de senior, het was het ijzeren gordijn was gevallen. Nou, toen kwam toch een nieuwe tijd, zeg. Ik weet nog goed, er was ook een vergadering in Parijs, daar zaten de Palestijnen, daar zat Israël bij, Amerikanen, Russen. En met Shamir was dat nog toen de tijd. En toen dacht men, nou, dat gaat nu gebeuren, de nieuwe wereldorde. Nou, we zien het op het ogenblik. En ik heb het ook onze minister-president Mark Rutte horen noemen een keertje. De nieuwe wereldorde. Dat zijn allemaal termen, ja, omdat men denkt een nieuwe orde, wereldorde, dat zit ook met de Europese Unie en alles. Waardoor men dan natuurlijk probeert hier natuurlijk alles onder controle te krijgen. En dat we vrede gaan afdwingen. Maar dat zal pas in de nieuwe wereldorde, zien we hier in Openbaring 20 vers 4 pas. Want dat is een wereldorde die zal echt nieuw zijn. Satan is opgesloten en Christus zit op de troon met zijn geredde volk. Ja, dan krijg je een nieuwe wereldorde, zeer zeker. En er zal recht en gerechtigheid zeer zeker uitgeoefend worden. En niet zoals de mens dat denkt, maar zoals naar de maatstaven van de allerhoogste autoriteit. Dat is namelijk God die zelf gerechtig is natuurlijk. Nou kijk, dus dat zien we die tronen. En dan zien wij dus tronen. Nou, hoe gaat dat dan in zijn werk? Kijk met mij even in Jesaja 9. Nou, wie is de koning der koningen? Ja, dat zegt Paulus. De koning der koningen. De Heere der heren. Dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus. Hij is de koning. Jesaja 9 vers 6. Kijk. Vers 5. Want een kind is ons geboren. Dat is die baby. Ja, in Bethlehem. Een zoon is ons gegeven. En kijk, de heerschappij is op zijn schouder. Dat is maar één over wie het gaat, dat is Christus. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid. Ik bedoel, is er een discussie over of hij God is? Wie kan nou de vader der eeuwigheid zijn? Vredevorst. Ja. Kijk, de grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk om dat te bevestigen, te grondvesten. En dat te sterken met gericht en met gerechtigheid. Dat sterken, dat is met gerechtigheid. Het bevestigen, dat is met gericht. Nou, kijk, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heeren der Heerscharen zal zulks doen. Ja, dat is het fundament van het koninkrijk. Wat is dat? Nou, gericht en met gerecht. Dat hij dat koninkrijk bevestigt en het sterkt. Dus hij grondvest en hij ondersteunt dat. Hoe? Met gericht en met gerechtigheid. Nou, dat kan je nou echt niet zeggen hoor. Maar dan wel. Nou, je ziet hier dus, dat is duidelijk Christus. En hij zit op de troon van David. Dat klopt, want aan David is die troon beloofd dat iemand uit zijn nageslacht zal zitten op zijn troon. Want David was natuurlijk koning van Israël. En hij was een man naar Gods hart. En inderdaad, daarom wordt Christus ook de zoon van David genoemd. Dus ja, dat wil zeggen, Christus is natuurlijk de koning. Ga met mij mee naar Ezechiël 37. Ezechiël
37. En nou komt er vaak verwarring. Want Ezechiël 37. Vers 24. Dat gaat ook over wat wij lezen in Openbaring 20, vers 4. Dat die tronen er zijn. Dat die 1000 jaar gaan beginnen. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. En zij zullen allen tezamen één herder hebben. En zij zullen in mijn rechten wandelen. En mijn inzettingen bewaren en die doen. En zij zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb. Waarin uw vaders gewoond hebben. Ja, daarin zullen zij wonen. En hun kinderen en hun kindkinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal hun lieder vorst zijn tot in eeuwigheid. Ik zal een verbond des vredes met hen maken. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. En ik zal hen inzetten en zal hen vermenigvuldigen. En ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. Nou, we hebben net gelezen dat Jezus Christus, zijn heerschappij, zal groot zijn en zal geen einde hebben. En hij noemde hem, hij zal op de troon van zijn vader David zitten. Ja, zeer zeker. Maar als we hier kijken, spreekt hij over mijn knecht David zal koning over hen zijn, over Israël. Christus is de koning der koningen. Je zou kunnen zeggen, hier spreekt hij niet over Christus, maar over David. David, zijn rol is nog niet uitgespeeld hoor. Hij is zeg maar de onderkoning. Hij is de koning van Israël toen en straks zal het ook zijn in de eeuwigheid. En dan denk je, ja joh, maar ik zie allemaal hoofdletters staan, mijn knecht David zal koning zijn. Ja, dat klopt. In het origineel staat hij er niet. Ik verander de Bijbel niet, maar zij hebben hier een hoofdletter van gemaakt. Maar als ik kijk naar mijn knecht David, dus David wordt een eeuwige koning. Dus dat is ook zo mooi. Het lichaam van Christus zal voor altijd zijn in de hemelen. Maar het onderscheid met Israël op aarde en de rest van de wereld blijft ook altijd. En David zal een eeuwige koning zijn. Letterlijk David. Hij zal opstaan uit de dood. En in het koninkrijk gaan regeren. Met Christus is natuurlijk de allerhoogste koning. Maar let op. Als ik in de Bijbel kijk, dan als ik zie de term mijn knecht David. Je ziet in vers 25 ook mijn knecht Jacob staan. Dat is ook een term. Je ziet hier dus de knecht, maar dan zie je ook de naam van die knecht. Kijk in Psalm 89 vers 4. Psalm 89 vers 4. Dan zie je ook duidelijk staan. Kijk, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene. Hier staat er met een kleine letter, omdat we weten, het gaat over koning David. Kijk. Ik heb mijn knecht David gezworen. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Dat is het verbond dat God heeft gemaakt met David. Ik dacht in 1 Samuel 7. Hij mocht niet de tempel bouwen, maar hij werd wel beloofd dat hij zou een afstammeling krijgen en zijn troon zou bestaan tot in eeuwigheid. En dat zie je ook staan, mijn knecht David. Dat gaat hier niet over de Heer Jezus, maar het gaat echt over David. En nog één keer Jeremia 33 vers 21. Daar zie je het ook staan. Ik heb het even goed uitgezocht. 33 vers 21. Kijk. Vers 20. Dat gaat over dat nieuwe verbond. Al zo zegt de Heer. Indien gij lieden mijn verbond van die dag en mijn verbond van de nacht kunt vernietigen. Zodat dag en nacht niet op zijn op hun tijd, zo zal ook vernietigd kunnen worden mijn verbond met mijn knecht David, dat hij geen zoon hebben die op zijn troon regeren, en met de levieten, de priesters, mijn dienaar. Het gaat even niet om het vers zelf wat dat betekent, maar hier zie je ook weer dat hij letterlijk spreekt over mijn knecht David. Dus als we spreken mijn knecht David gaat regeren, dan is dat echt letterlijk David die opstaat. Want als het over Christus gaat, dan lezen we in het Oude Testament, dan lees je nooit mijn knecht Christus, of mijn knecht Jezus, of mijn knecht de Heer met hoofdletter. Dat is niet zo. Nee, dan lezen wij mijn knecht de rechtvaardige, Jesaja 53 vers 11. Of je leest over de knecht des Heren, dat spreekt heel duidelijk over Christus. Of je leest de spruiten, mijn knecht de spruiten. Dan weten we ook uit de context dat het over Christus gaat. Heel duidelijk. Maar als je verder in de Bijbel kijkt, mijn knecht, met naam en toenaam, dan zie je. Ik lees ze even voor. Mijn knecht Mozes zie ik heel vaak staan. Dan weten we allemaal dat het gaat over Mozes. Mijn knecht Jacob. Mijn knecht Caleb. Ook duidelijk, dat is echt Christus niet hoor. Mijn knecht Naaman. Is ook Naaman. Mijn knecht Job.
mijn knecht Jesaja, mijn knecht Eliakim, mijn knecht Israël, mijn knecht Zerubabel. En zelfs mijn knecht Babel. Babel was ook een knecht, omdat hij moest doen. God heeft natuurlijk Babel ingezet om Israël weg te voeren. Allemaal termen die dus met naam en toenaam genaamd worden. Maar mijn knecht David is daarom ook dus duidelijk David zelf. Je ziet trouwens 11 keer zie ik mijn knecht David staan. Kijk ook even met mij in Ezechiël 34 vers 23. Ezechiël 34 vers 23. 34 vers 23. En ik zal een enige herder over hen verwekken. Dat staat ook met een hoofdletter. En hij zal hen weiden. Ook met een hoofdletter. Namelijk, daar heb je het weer, mijn knecht David. Dit gaat over David zelf, niet Christus. Die zal hen weiden en die zal hun tot een herder zijn. Ondanks de hoofdletters. En ik de Heere zal hun tot een God zijn. Dat is natuurlijk Christus. En dan, en mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik de Heere heb het gesproken. Misschien heb je dat nooit zo gelezen, maar ga het maar nakijken. En dan zie je gewoon, je hebt het land Israël en dat is het koningschap van David. Christus is de koning over de aarde en over de hemel. De koning der koningen. Hij is de opperkoning, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus ja, oké. Okay. Denk even, ik ga het verder uitleggen. Denk even aan die ponden. Hè. Ze krijgen allemaal ponden. En dan krijgen ze dus met steden te maken. Dus Christus is de koning der koningen over de hele aarde. David is de koning van Israël. En wie zijn dan die tronen uit Openbaring 20 vers 4 nog meer dan? We hebben gezien over die 10 steden, 5 steden. Nou ja, er zijn een schade die niemand tellen kan. Dan komen echt heel veel Joden tot geloof toch, van de kleine kudde. Ja, dat, dan die steden in Israël, dat is natuurlijk op een gegeven moment wel een keer op. Dus 5 steden, 10 steden, dat moeten we wereldwijd zien. Kijk, Joden gaan deze wereld regeren, niet alleen vanuit Israël, maar ook in de wereld zelf. Kijk in Deuteronomium 24. Even kijken. Nee, 32 vers 8. Oh, ik had hem al. Deuteronomium 32 vers 8. Ik zie dat ik op moet schieten met de tijd. Kijk. Deuteronomium 32 vers 8. Dat is het lied van Mozes vlak voordat ze het Kanaan, een beloofde land, ingaan. In vers 8, vers 7. Gedenk aan de dagen van ouds. Merk op de jaren van elk geslacht. Vraag uw vader, die zal het u bekendmaken, uw oude, en zij zullen het u zeggen. Toen de Allerhoogste de volken de erfenis uitdeelde, toen hij Adams kinderen van een scheidde, heeft hij de landpalen, of de grenspalen, de grenzen van de volken gesteld naar het getal der kinderen Israëls. Dus God heeft deze wereld, heeft hij de volken grenzen gesteld. En wat zien wij? Wij proberen dat allemaal op te heffen hier in Europa. Ja? Maar dat is niet goed. De Bijbel is voor nationalisme, op een goede, gezonde manier dan. Hè? Ja, dus dat de man, het huwelijk, het gezin, dat beschermd kan worden met de vrije wil die we hebben. Dat is wat God wil. En opdat de mensen ook hem zullen zoeken. Ze zijn niet allemaal bezig met allemaal groter en een grotere unie te maken, enzovoort, enzovoort. Maar goed, ik wijk af. Maar je ziet hier, de grenzen maar, die zijn gesteld naar het getal de kinderen Israëls. Nou, hoeveel kinderen had Israël? Hoeveel kinderen had Jacob? Nou, Exodus 1 vers 5. Ik ga er niet heen vanwege de tijd. Nou, ik ga er toch heen. Exodus 1 vers 5. Met hoeveel zielen ging Israël, ging hij naar Egypte toe? In Exodus 1 vers even kijken. 5. Oh ja. Ja, kijk, in vers 1 zie je de naam van de zonen van Israël die in Egypte gekomen zijn met Jacob. Zij kwamen erin, elk met zijn huis. En dan in vers 5. Al de zielen nu die uit Jacobs heup voortgekomen zijn, waren 70 zielen. Nou, dat zijn de kinderen van Israël, van Jacob. Zijn 70 zielen.
Dus dan zou je kunnen zeggen, nou, dat zijn dan 70 volken. Nou, kijk bij mij in Genesis 1 vers 10. Genesis 1 vers 10. Sorry, ik zeg niet goed. Genesis 10 vers... Genesis 10 vers 1. En ik ga die versen niet lezen. Wat ga je dan doen? Maar je ziet hier de nakomelingen van Jafet. Boven vers 6 de nakomelingen van Gam. Dat zijn 29 volken. Van Jafet zijn er 14. Dat zijn de drie zonen van Noach, hè, toen ze uit de ark kwamen. En je ziet in vers 21 daarboven de nakomelingen van Sem, 27 volken. Als je dat optelt bij elkaar, kom je op 70 volken ook. Dat stemt wel overeen, wel toevallig. Hè? Dat zijn allemaal volken, die nakomelingen. Het zijn 70 volken. En dan zie je in vers 32, dit zijn de huisgezinnen, de zonen van Noach, naar hun geboorte in hun volken. En van deze zijn de volken op de aarde verdeeld naar de vloed. Je ziet dat er 70 volken, en dan zie je dus gaan ze Europa in, het oosten, het westen, het zuiden, 70 volken na de vloed. 70 kinderen van Israël. Dus de Verenigde Naties heeft geloof ik 170 of 180 volken, ik weet het niet. Dus ja, als je daarover nadenkt, kijk maar mee in Handelingen 17 vers 26. Dat God heeft die grenzen gedeeld. Nou, als Israël de wereld gaat regeren en die steden, en ze krijgen allemaal als loon 10 steden, 5 steden, 1 stad, enzovoort, enzovoort, dan zien we dus dat de hele wereld zal geregeerd worden door Israël. En als je kijkt in Handelingen 17 vers 26... Nou, ik lees 26 ook, ja, uit... En heeft, God heeft uit één bloede, dus uit Adam, het ganse geslacht der mensen gemaakt. Dus alle naties. Om op de hele aardbodem te wonen. Dat wil hij. Bescheiden hebben de tijden tevoren verordineerd en de bepalingen van hun woning. De grenzen van hun woning. Nu heb je de grenzen weer. Opdat zij de Heere zouden zoeken of zij hem immers tasten en vinden mochten. Hoewel hij niet ver is van de ingeluk voor ons. Je ziet hier ook weer. Dus hij heeft bepaald de bepalingen, de grenzen van hun woningen. Oké, dus ziet hier, ik geloof zelf, en ik kan het misschien mee oneens zijn, de kinderen Israëls, maar hij heeft toch 12 kinderen, ja, maar als je naar die volken kijkt, die zijn dus verspreid over de wereld, die zullen dus door Israël geregeerd worden, met al die steden, die zij door de Heer Jezus, de autoriteit om dat te regeren, gedelegeerd hebben. Dat zie je gebeuren, dus Israël gaat de wereld, de heidenen, regeren. Zonder meer. Dat is gewoon geen discussie over. Maar kijk. Kijk ook in Jesaja 60 vers 21 even. Dat Israël, wat gaat Israël beërven? Alleen Israël? Alleen het landje Israël? Nee. Israël beërft de hele aarde. Kijk eens Jesaja 60 vers 21. En uw volk zullen al tezamen, allemaal tezamen dus, rechtvaardigen zijn. Dus volk Israël zal een compleet gered volk zijn. Openbaring 20 vers 4. Als die tronenden zijn, als het koninkrijk ingaan. Maar het koninkrijk is natuurlijk niet alleen in Israël. Dat is over de hele wereld. Kijk, en zij zullen in eeuwigheid, wat? De aarde erfelijk bezitten. Dus Israël beërft de aarde. Net zoals wij de hemel erven. Die is helemaal voor ons hoor. Zoals de aarde voor hun is. Inclusief de heidenen. Daarom gaan ze ook over hun heersen. Kijk, zij zullen zijn een spruit mijn plantingen. Dus een tak of een end van mijn plantingen. Een werk mijner handen, opdat ik verheerlijk word. Zie je? Het is een werk van zijn handen. Israël gaat deze wereld regeren. Want zij hebben die aarde nou eenmaal beërfd. En denk aan Matthäus 5 vers 5. Wat zegt Christus daar met die zaligsprekingen? Zalig zijn de zachtmoedigen. Waarom? Want zij zullen de hemel beërven. Nee, zij zullen de aarde beërven. En dat zegt hij tegen Israël. Zij zullen de aarde beërven. Dus Christus bevestigt hier wat in Jesaja reeds opgeschreven staat. Nou, kijk met mij in Jesaja 2 vers 4. Ik denk, ja, je zit helemaal niet in de openbaring. Dit gaat allemaal juist over Openbaring 20 vers 4, als dat koninkrijk gaat beginnen, dat krijgen zij die erfenis. Zoals wij, als wij naar de hemel gaan, opgenomen worden, en we gaan daarin regeren in de hemelen,
dan erven wij dat ook en gaan we ook daar regeren. Wat zij fysiek hebben, hebben wij geestelijk. Nou kijk, en dan gaat er gebeuren in Jesaja 2. Daarom vind ik het belangrijk om dit onderwerp goed te behandelen. Zodat we het in lijn krijgen en ook precies weten hoe het zit en over wie het gaat. Jesaja 2. Nou, wat zien we daar staan? Je ziet in vers 2, Jesaja 2 vers 2, dat in het laatste der dagen. Nou, daar spreken we nu over. Met Openbaring 20. Als Christus op de troon zit, dat de berg van het huis des Heeren zal vastgesteld zijn op de top der bergen en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen en tot dezelfde zullen alle Joden toevloeien. Nee hoor, de heiden zullen toevloeien naar Israël. Ze zullen ook naar die feesten moeten gaan. Niet dat ze allemaal daar in Israël gaan wonen, nee, dat zeker niet. Maar ze zullen wel erheen gaan, waar Christus op de troon, de feesten, daar moet je heen. Dan moeten offers gebracht worden. En dan gaan ze hem daar ook zien. Dat gaat allemaal gebeuren. En vele volken zullen heen gaan. Dat zijn heidenen. En zeggen, komt, laat ons opgaan tot de berg des Heren. Tot het huis van de God Jacobs. Berg des Heren. Het berg in de Bijbel, in het Oude Testament, is bijna altijd het beeld van een koninkrijk. Dus het koninkrijk des Heren. Het land Israël. Waar hij zit. Waar het huis van de God Jacobs. Dat is de tempel waar hij zit. Opdat hij ons leerde van zijn wegen. En wij wandelen in zijn paden. Want uit Sion zal de wet uitgaan, dat ze weeren wordt vanuit Jeruzalem. Dat is natuurlijk het hoofdkwartier, maar het gaat vandaaruit over de hele wereld. En hij zal richten onder de heidenen en bestraffen vele volken. En zij zullen hun zware slaan tot ploegscharen en hun spies tot sikkels. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen. Zij zullen geen oorlog meer leren. Nou, daar kom ik nog op terug over 1 of 2 studies. Want dat is in het koninkrijk is dus geen oorlog. Alles, al het oorlogstuig wordt omgesmeed en tot landbouwwerktuigen gemaakt. Want er is geen oorlog meer. Geweldige tijd. Ja, dat is dat koninkrijk, de vredestijd die gaat komen. Dus hier vanuit Israël, Jeruzalem, wordt het dan wereldwijd geregeerd. Vanuit Israël, maar ook door Israël over de hele wereld. Dus daar moeten wij denken volgens 2 Timotheus 2 vers 15. Nou, dat gaan we niet opzoeken, want dat weten jullie. We moeten het worden, waarheid, rechtslijn. Dus die Bijbel, ja, je ziet hem nou niet in beeld. Maar ik blader, en jullie ook, in die hele Bijbel van heen en weer. Weet je waar we niet gebladerd hebben, tot nu toe? In de brief van apostel Paulus. Ja, dat is niet voor niks natuurlijk. Want Paulus spreekt daar niet over wat onze bestemming betreft. Nee, zeker niet. Maar hij laat wel zien dat God ook een plan had. Een verborgen plan. En dat andere plan, dit, dat kun je allemaal lezen. Kijk met mij in Efeze 1 vers 10. Dus hij snijdt het woord en waar het recht. Om te weten, ja, wacht eventjes. Dit gaat inderdaad allemaal over Israël, maar het gaat helemaal niet over heidenen. Ja, het gaat wel over heidenen, maar die ondergeschikt zijn aan Israël. Maar het liggen voor Christus, zij, de kerk. Nou, Efeze 1 vers 10. Om in de bedeling, dat heeft hij bekendgemaakt aan ons in vers 9... van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. Dus hij gaat, wat wij nu allemaal hebben gelezen, al die teksten, en anders moet je het thuis, daarna nog eens een keer allemaal doornemen en overlezen. Ook Jesaja, wat we net lazen, ze gaan naar Israël toe en de wet zal over de hele wereld uitgaan. Israël zal de wereld gaan regeren, zeker. En dan zie je dus die tronen die neergezet zijn, waar de Heer Jezus over sprak, dat ze gaan oordelen de 12 geslachten Israëls. Nou kijk, God heeft dus in Christus wat in de hemel is en wat op de aarde is. Nou, wat in de hemel is, dat zijn wij. Hier praten wij voortdurend over het in Christus brengen van wat op aarde is. En ik weet, Israël, kijk, als je zegt, ik geef jullie de tronen, jullie gaan regeren, de 12 geslachten van het huis Israël. Dat gaat zeer zeker gebeuren. Maar wij weten dat dat plan op aarde. En kijk even mee naar Hebreeën 9 vers 24. Kijk, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons.
Wat wij hier allemaal gevestigd zien gaan worden in de toekomst, dat is ook een beeld van het hemelse. He, dat, we hebben het over de overheden, macht en kracht die in de hemel zijn en die op aarde zijn. De tabernakel is ook een beeld van het universum en met de aarde en waar God woont enzovoort enzovoort. Het is allemaal een beeld en daar is, van het origineel die tabernakel. Dus wat je hier ziet, we zien het niet, maar er is een beeld van geestelijk wat wij niet zien daar. Daar hebben we het uitgebreid over gehad met hoe ziet de hemel eruit. Nou, zo ook dus de hemel en de aarde. Hij heeft een plan in de hemel en de aarde. Als ik dan verder ga denken aan Israël en het regeren. Kijk met mij in Openbaring 4 vers 4. En dan kijkt Johannes in de hemel waar God woont. En dan zie je in vers 4 rondom de troon waar God zit. Waren 24 tronen. 24 tronen. Heeft met heersen en regeren te maken. En dan, op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en ze hadden gouden kronen op hun hoofden. Dit heeft duidelijk te maken met regeren. Ja. Ik geloof zelf dat die volken dat we net hebben gezien, die zijn over de hele wereld. En al die, en die Joden die allemaal steden krijgen om over te regeren, dat wordt allemaal geïnstalleerd. Koninkrijk is niet alleen Israël. Het hoofdkwartier van de wereld, dat is Israël, het land Israël met de tempel waar Christus zit en waar koning David zit. Maar van daaruit wordt de hele... Kijk maar als er een bezettingsmacht is toen met Duitsland. Nou, heel Europa, tenminste degene die bezet waren, overal waren Duitsers op de regeringsposten gezet. Zij Zinkwart was hier in Nederland de baas. En zo werden ook hier in Sassenheim en de plaatsen waren overal de Duitsers die de posities in gingen nemen. Nou, zo moet je het eigenlijk zien. Alleen dan even gelukkig in een heel ander verband. Dan is het met Christus en zijn volk. Dus oké, okay, dus als dat 70 volken zijn met die steden allemaal die dan geregeerd gaan worden. Nou, let op, als wat wij zien hier op aarde een beeld is van het hemelse, zie je 24 ouderlingen. Dat is ook apart eigenlijk. Als ik denk aan 12 tronen, dat zij zullen de 12 geslachten van het huis Israël regeren. Ik wil even voor jullie herinnering, ik praat zo misschien wel te snel, maar toch even naar Matteüs 19 vers 28 gaan. Nog eventjes duidelijk stellen. Dat hebben we al gelezen, maar Jezus zeide tot hen, voorwaar ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, dat is Christus. En die 12 apostelen, dat spreekt hier tegen, gevolgd zijn hem. Maar in het koninkrijk, in de wedergeboorte, als hij zit op de troon van zijn heerlijkheid, Openbaring 20 vers 4. Als zij daar zit, dan zie je die tronen. Maar dan zie je dus die tronen hier. Zij zullen zitten op 12 tronen oordelen de 12 geslachten Israëls. De 12 geslachten Israëls, die 12 stammen, die gaan de wereld regeren. En ik geloof zelf dat 24 ouderlingen, 12 geslachten op aarde, 12 in de hemel. 12 ouderlingen, 12 regeerders hier op aarde, 12 regeerders hier in de hemel. Ik geloof namelijk, die 12 dat zijn, dat de aarde wordt in gewesten verdeeld. En omdat dit een beeld is van het hemelse, is ook het hemelse in 12 gewesten gedeeld. Denk aan die engel die terugkwam, die zei, ik moet langs de vorst van Griekenland, ik moet langs de vorst van Libië. Nou, je kan gewesten hebben, een gewest, 12 gewesten over de hele wereld, en die zijn naar onder verdeeld weer. Die regeren dan over die 70 landen. Dat is zoals ik dat geloof. En daarom geloof ik in die 24 ouderlingen. Dat zijn de 12. Nou, wat die in de hemel zijn. En de 12 die op aarde zullen gaan regeren. Nou ja, oké. Okay, dus je ziet hier veel posities in de wereld. Dat heeft dus met die ponden en die steden te maken. Nou, denk eens bijvoorbeeld 144.000. Nou, die krijgen echt wel een paar steden hoor, die 144.000. Die zijn ook opgenomen in de hemel. Nou, plus de kleine kudde. Gaat dat allemaal alleen in Israël? Nee, natuurlijk niet, dat is wereldwijd. Over de heiden. De kleine kudde en oud-testamentse geloven. Kijk ook even met mij in Lucas 13 vers 27. Lucas 13 vers 27. Vers 28, sorry hoor.
Ja, dat is de enge poort en de brede poort. Maar wie gaan er doorheen? Dat zijn de gelovigen. Wanneer gij zult zien, vers 28, zien Abraham en Isaac en Jacob. Dan zie je ook dat er herkenning is in de hemel. En ook hier op aarde, als zij zullen opstaan. Wanneer gij zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u lieden buiten geworpen. Ziet hier dus ook de oud-testamentse gelovigen, die zitten dus, kijk, die zijn ook in het koninkrijk Gods. En dat wou ik nog even zeggen, dat zijn die oud-testamentse gelovigen. Abraham, Isaac, Jacob en al de profeten en al de gelovigen uit die tijd. Dat even ten toevoeging. Nou ja, hoe zit het dan met ons, ja? Als we dit allemaal zien, waar zijn wij dan? Kijk met mij in 2 Timotheus 2 vers 12. Ja, als jij het woord en waarheid niet recht snijdt, ja, dan ga je natuurlijk verkeerde conclusies trekken. Want 2 Timotheus 2 vers 12 zegt, indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Dus wij gaan met Christus heersen. Wij gaan met hem ook heersen. Ja. En heersen, dat heeft natuurlijk ook met kronen te maken, met regeren te maken. Je kent ook wel het liedje, dan werpen wij onze kronen neder. Ja, wij gaan ook regeren. Dus je hebt hier op aarde dat regeren. God, Christus met zijn volk over deze hele wereld. En wij met Christus over daar in de hemel. Het schiet me even kijken hoor. Of dat zin heeft. 1 Korinthe 9 vers. Ja, wij hebben dus beheersen en tronen en kronen ook te maken. Want in 1 Korinthe 9 vers 24 zegt hij. Even kijken hoor. Oh ja, vers 25. En iegelijk die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, omdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke kroon. En Paulus spreekt over de kroon der rechtvaardigheid. Dus wij gaan met hem regeren. En we weten het. Wat gaan wij regeren? Ja, en dat heeft te maken ook weer met de rechterstoel van Christus. Maar dan voor het lichaam van Christus. Ik weet alleen met het lichaam van Christus wordt zo genoemd. Maar Israël zal ook door Christus beloond gaan worden. Zoals zij die 10 ponden kregen, zo krijgen wij ook het loon. Dat weten we in 1 Korinthe 3 met de rechterstoel van Christus. Die loon zal ontvangen. Wij krijgen dan natuurlijk ook loon, omdat wij gaan de engelen regeren daar. Met Christus. Daar hebben we het al eerder over gehad. Zie je? Is dat oké. Okay. Nou, als je denkt aan die 12 plus 12, 24 ouderlingen. Als ze hier op aarde dus gewest hebben, dat de aarde in gewest is ingedeeld, waar dus die 12 stammen met de apostelen aan het hoofd over zullen gaan regeren, over dan die 70 volken daaronder weer, dat zijn de heidenvolken natuurlijk, zo gaan wij dus ook, geloof ik, in hemelse gewesten regeren. En Efeze 1 vers 3, en nou kom ik een beetje op een moeilijk, nou niet moeilijk punt, ik vind het de Statenvertaling. Kijk, Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. In de hemel. Waar is onze plek? In de hemel. Wat is de hemel? Je hebt de eerste, de tweede en de derde hemel. Maar je hebt ook de derde hemel, die gaat naar de aarde toe en dan hou je de tweede hemel over. En daaronder waar je nu naar kijkt, is de eerste hemel. Wij gaan daar regeren. En ja, ik weet de MBG-vertaling en de Engelse vertaling ook, die hebben de hemelse. Maar gewest staat niet letterlijk in het Griekse. Maar dat wordt wel daarmee bedoeld, de gewesten. De hemelse gewesten of de hemelse plaatsen. En dat zie je ook in vers 20 staan. Vers 20. En heeft hem gezet aan het eind van vers 20, 1 vers 20. Hij heeft Christus gezet tot zijn rechterhand in de hemelse gewesten, hemelse plekken, plaatsen. Efeze 2 vers 6. Wij zijn mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Dat is onze toekomst. 3 vers 10. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, de veelvuldige wijsheid van God. De Statenvertalers hebben niet ervoor gekozen om dat woordje gewesten erbij te zetten. Maar ze zeggen wel in hun aantekeningen dat in het Grieks betekent ook het in het hemelse. En dan in de betekenis van het overhemelse, namelijk plaatsen. Wauw, als ik daarover nadenk. De hemelse plaatsen, de hemelse gewesten.
Israël met 12 gewesten plaatsen over deze wereld, regerend over deze aarde, over die 70 volken. Wij zullen dus daarom ook gaan regeren daarboven in de hemelse gewesten. En ik geloof dus zelf persoonlijk, omdat dat een beeld is, aarde van het hemelse, dat dat dus ook 12 gewesten zullen zijn. En als het fout zit, dan kom ik daar later nog wel achter als we er helemaal zijn. Maar kijk even in Deuteronomium 10 vers 4. Deuteronomium 10 vers 4. Ik zie dat ik bijna moet ophouden, maar... Nee, dat is niet goed. Deuteronomium, niet Deuteronomium 10 vers 4. Ja, dat heb ik niet goed gedaan. Nou, dat is een andere tekst. Ik weet helaas niet meer waar het staat. Maar dan spreekt hij over de hemel. Het is, dacht ik, Salomo die dat zegt. Die woont in de hemel. De hemel en de hemel der hemelen kunnen u niet bevatten. Dus je hebt de hemel en de hemel der hemelen. Net zoals je hebt de koning en de koning der koningen. Je hebt koning David en je hebt de koning der koningen, de Heer Jezus Christus. Je hebt de hemel, dat zijn die hemelse gewesten waar wij gaan regeren. En de hemel der hemelen, dus dat is de hemel van de hemelen die eronder zitten. Even ter verduidelijking. Nou, en daar gaan wij dus regeren met Christus. Dus terug naar Matteüs 25 vers 31, ik ga afsluiten. Matteüs 25 vers 31. Denk aan Openbaring 20 vers 4. Wat staat er? En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Zie je dat? Dat is, als je dat leest, ga mee naar Romein 8 vers 19. Hij zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Dus als je dat leest in Openbaring 20 vers 4, hou je vinger bij Romeinen 8. Hou je vinger bij Romeinen 8. We gaan nog even naar Openbaring 20 vers 4 en dan naar Romeinen 8. Als we dat lezen. Kijk. Ik zag tronen. Dan weten we nou waar het over gaat. Hè? En zij zaten op dezelfde. Israël. De 12 stammen. En de kleine kunnen. De 144.000. Ja, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen, degene die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, om het woord Gods en die het beest en deszelfs beeld niet aanbeden hadden en die het merkteken niet ontvangen aan hun voorhoofd daar in hand. Degenen die de grote verdrukking zijn omgekomen, echt vanwege de antichrist, die zullen echt een, ja, ik weet niet precies hoe het zit hoor, maar toch wel hele specifieke beloning krijgen. Want dat is wel waar Christus over spreekt, over die 10 ponden. Ja, over hun. En ze leefden en heerst als koning met Christus die 1000 jaren. Heerst over wie dan? Israël over Israël? Nee, Israël over de heidenen, want zij hebben de aarde beërfd. En dit is het moment. De titel nogmaals is de nieuwe wereldorde, want dat is het, die is begonnen. Het is de wedergeboorte van het volk Israël. En die gaan nu in het koninkrijk, de heidenen, gaan ze overheersen. Dat wil zeggen, ze gaan het evangelie vertellen. Ze moeten de Messias aannemen die daar zit. En zo niet, dan zullen ze moeten gehoorzamen. En zolang ze dat doen, zullen ze niet omkomen. En daarom wordt Satan losgelaten. Maar dit is het moment waar de wereld eigenlijk naar snakt. Kijk in de toestand om je heen nu. Ik sprak vandaag ook iemand, die ken ik ook al heel lang. En die man die was die is 74, aardige kerel. Maar die ken ik van de kerk ook nog. Maar je merkte echt hoe bang die was. Was echt bang. En onzeker. En dan denk ik, ja, inderdaad. Waar snakt de wereld dan? Naar de ongelovigen, zonder dat ze het weten. Eigenlijk ze verlangen, ze snakken naar dat koninkrijk, die nieuwe wereldorde onder leiding van Christus, dat die gaat komen. Want dan heb je vrede en gerechtigheid. En dat is inderdaad Romeinen 8 vers 19. Het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Als de kinderen Gods, de zonen van God, geopenbaard worden hier op aarde. Ja? Weet je, waarom verwachten ze dat als met opgestoken hoofden? Ja, want de wereld zucht en ze zuchten vol verlangen. Was er maar over, was er maar een eind aan alle ellende. En weet je wanneer dat komt? Als de zonen van God hier op aarde, van God, dat zijn de kinderen van God, het volk Israël, als die geopenbaard gaan worden, als die het koninkrijk ingaan.
Ja, dan gaat het gebeuren. Maar dan nog zullen de heidenen wel Christus moeten aannemen. Nou, dan is het een feit. Dus Openbaring 20 vers 4 is een geweldige tijd. Nou, ik wou dat even goed met jullie doornemen. Dus die tronen zijn gevestigd. Het koninkrijk gaat beginnen. En dan tot en met vers 5, 6 en 7. We gaan het nog even hebben over die tweede dood, de eerste en de tweede opstanding. Want er is natuurlijk wel de opstanding voor nodig om dat koninkrijk in te gaan. En ze zullen ook opstaan. En dat is ook die wedergeboorte van het volk Israël. Sommigen zullen levend koninkrijk ingaan en sommigen gaan zullen opstaan. Net zoals met de opname nu. Sommigen die zijn bij de Heere en toch zullen zij opstaan samen met ons. Die leven de Heere tegemoet. Zo even eindigen met gebed. Vader, dank u wel. Vader, wat een geweldige tijd we hebben voor in de toekomst. En zeker nu, de snakken de mensen ernaar. Ze hebben het soms eigenlijk helemaal niet in de gaten, maar ze verlangen natuurlijk naar rust en vrede en zekerheid. Nou, die gaat komen op deze wereld. Maar niet onder de leiders van deze tijd, maar onder leiding van Christus en zijn volk. Vader, dank u wel dat we dit inzicht mogen hebben. Dat we ook weten dat wij een bestemming hebben, ook om met u te gaan regeren. Maar niet hier op aarde, maar met u in de hemel. Dank u wel voor dat inzicht dat we dat hebben. En daarom willen we ook eer en prijzen. In de naam van de Heer Jezus, uw Zoon. Amen. Goed, bedankt dat jullie hebben gekeken. Het ging niet live, maar het gaat er zo meteen op. En dan, nou ja, dat heb je dan nu al gekeken als je dit hoort. En ik zou zeggen, prijs de Heer. En word gesterkt in de genade. De Heer Jezus, kom Heren. Wat zien we uit naar uw komst. Voor ons zometeen, maar ook straks. Als je eenmaal hier gaat regeren en je plan gaat afmaken. Ik zou zeggen, Maranatha.